8 symptomen van nierproblemen. Vermoeidheid, veranderingen in de kleur van je urine, rugpijn en je hebt mogelijk last van nierproblemen. Bekijk alle symptomen in dit artikel. Je nieren verzorgen is een essentieel onderdeel van de dag. We maken soms grote fouten, slechte voeding, onvoldoende vochtinname en het is op deze momenten dat je kleine tekenen ziet dat er iets niet goed is. Waarom bekijken we een aantal van deze symptomen niet, om te zien of je last hebt van nierproblemen? Let goed op, het is belangrijk voor je gezondheid. We kennen allemaal het spreekwoord kennis is macht wel. Naar onze lichamen luisteren, is een onmisbare manier om gezond te blijven, maar we moeten soms op de kleinste details letten. Symptomen van nierproblemen kunnen erg duidelijk zijn, dus het is nooit verkeerd om naar de dokter te gaan zodat die kan kijken wat er mis is. Veranderingen in je urine. Het is zeker weten het meest duidelijke symptoom van nierproblemen, met symptomen die je makkelijk op kan merken. Je moet 's avonds vaak met hoge nood naar het toilet, maar wanneer je gaat komen recht er maar een paar druppels uit. De kleur van je urine verandert of bevat schuim of belletjes. Naast vaker urineren, is je urine ook donkerder. Net als de kleur van cola, doordat er bloed in je urine zit. Vermoeidheid. Soms zijn we moe zonder een duidelijke reden. We lopen langzaam, we worden al moe door traplopen en onze lichamen voelen lusteloos. Vaak, wanneer je op het werk aankomt, kan je alleen maar aan slapen denken. Wat is de oorzaak van dit gebrek aan energie? De nieren produceren een hormoon, erythropoëtine genaamd, dat zorgt voor het vervoer van zuurstof naar het bloed. Als er problemen met de nieren zijn, dan zorgt de productie van dit hormoon ervoor dat de nieren falen. Dit zorgt ervoor dat onze spieren uitgeput raken en vermindert de hoeveelheid rode bloedcellen, wat het zuurstofniveau verlaagt en bloedarmoede veroorzaakt. We moeten dus erg goed oppassen. Zwelling. Zwellen je enkels constant op? En je benen? Heb je moeite om je schoenen aan te doen? Dan is het mogelijk dat je last hebt van nierproblemen, maar associeer deze dingen hier niet meteen mee, omdat het ook gewoon een probleem met de bloedsomloop kan zijn. Je moet ook op andere symptomen letten, zoals haarverlies, zwelling van het gezicht, handen en vingers. Al deze dingen kunnen komen doordat de nieren overtollig vocht dat ophoopt in je lichaam niet kunnen elimineren. Uitslag en een branderig gevoel. Een plotselinge vervelende uitslag kan een ophoping van bloed zijn door het falen van je nieren. Ze zullen blijven groeien en een oncomfortabel branderig gevoel veroorzaken. Metaalsmaak in de mond. Nog een ding waar je op kan letten, is dat voedsel mogelijk niet meer zoals normaal smaakt. Het ruikt niet alleen slecht, maar de smaak is ook vies en het laat een metaalachtige smaak achter in je mond. Dit kan ervoor zorgen dat je je eetlust verliest. Dit zijn effecten waar mensen met nierproblemen last van hebben, dus wuif het niet weg als dit constant voorkomt. Er zijn veel dingen die misselijkheid en een ongemakkelijk gevoel veroorzaken. Maar als het vaak gebeurt, dan moet je contact opnemen met je dokter, aangezien het kan komen door een ophoping van afval in het bloed, ureum, wat misselijkheid en overgeven veroorzaakt.
anemie, een laag niveau van rode bloedcellen, dat zwakheid veroorzaakt en ons gevoeliger maakt voor veranderingen in de temperatuur, vooral een koude. We voelen het meer en onze handen en voeten voelen ijskoud aan. Het is een veel voorkomend kenmerk. Pijn aan één kant van de rug of in één been. Is dit je een keer overkomen? Ontspan, dit kan een symptoom zijn van een hoop dingen. Als het echter terugkerend is, dan moet je opletten. Rugpijn aan één kant en ook in maar één been of een vervelende druk die niet verklaard kan worden, vergen alertheid. Als het altijd aan dezelfde kant is, dan kan het een bijwerking zijn van een geïnfecteerde nier. Soms kan het ook veroorzaakt worden door polykysteuze nieren, wat komt door kiestes in de nieren die vol zitten met vocht en soms de lever, wat erg veel pijn veroorzaakt. Let tot slot op signalen waarmee je lichaam je vertelt dat er iets niet goed is. We moeten ons er echter ook niet obsessief over doen, maar als je een constante, terugkerende pijn of symptoom hebt, aarzel dan niet om naar de dokter te gaan, zodat die een diagnose kan stellen.